Welkom bij het land, bij Koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina ligt in een mooie wijk Zevenhuizen. Het is een woonzorgcentrum met op de eerste etage een verpleegafdeling voor demente ouderen. Gaat u mee naar binnen? We komen hier binnen bij de receptie van Koningin Wilhelmina. U loopt hier direct het restaurant in met onze keuken. We zijn hier op de eerste etage van Koningin Wilhelmina, de gesloten afdeling voor demente ouderen. Wilma gaat jullie de rondleiding geven op de locatie. Hier is Wilma. Goedemorgen, ik ben Wilma. Ik ben werkzaam als EVV en Vigger op deze afdeling, op de gesloten afdeling. En ik zal jullie een rondleiding geven. We hebben 5 huiskamers hier, waar in totaal 6 tot 10 mensen zitten, waar ze de hele dag activiteiten aangeboden krijgen en waar ze de maaltijden krijgen. Ik ga jullie nou een appartement laten zien, dus ik zou zeggen, loop gezellig mee. Hier zijn we het voorpedaal van een appartement. Hier zijn 2 appartementen. De bewoners hebben een gedeelde keuken, gedeelde badkamer. Daar komen we straks even op terug. Dan zal ik nu eerst even een appartement laten zien. Kom maar binnen in het appartement. Dan kunnen we jullie laten zien hoe het eruit ziet. Nou, dit is het 1-persoons appartement. Voldoende ruimte voor 1 persoon. Een bed, een nachtkastje, een kast. En verder mag het ingericht worden zoals het gewenst is. Mooi is het uitzicht naar buiten. Je kunt op het plein kijken en mensen hebben altijd wat te zien. En een mooie zonnige kamer. Zoals ik hier straks al vertelde, hebben onze bewoners een gedeelde badkamer. En deze is het. Het is een toilet en een douchestoeltje en een wastafel.